Oké, je krijgt wel geteld 1 seconde om naar mijn rode schoenen te kijken. Dan zijn we daardoor. Voilà. Goed, de blijde bespaar ik u straks. Bedankt om mij zo aan te kondigen. Onderrondjes mogen straks ook. Hè. Een paar jaar geleden stond ik op het podium van Failing Forward. Ook een verhaal te brengen over momenten waarop ik als actrice fucked ben en gefaald heb. En vandaag, omdat ik een van de boegbeelden ben van Failing Forward, met falen en opstaan, met de campagne, hebben ze het opnieuw gevraagd. En ik denk van, wacht, ik ga gewoon even mijn emmer boven pakken, want er is wel meer dan 1 verhaal te vertellen. En ik ben daar fier op. Want ik vind het allerbelangrijkste waar falen voor staat, is dat je iets doet. Dat je iets probeert. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En ik haat het woord falen. Ik vind dat het moet geschrapt worden, omdat falen voor iets staat dat eigenlijk gewoon een perceptie is van wat anderen over jou denken en niet zien wat er echt gebeurd is. Namelijk dat je met je schoenen in de modder bent gaan staan, dat je op een fiets hebt zitten rijden zonder wieltjes en dat je er bent voor gegaan en dat je op je bakkes bent gevallen. Dus dit is mijn bakkesverhaal vandaag. Eentje waarin ik iets vertel over mijn liefde voor de literatuur. Want naast actrice ben ik onder meer ook schrijver en nog van alles. Zo. Maar vandaag heb ik het petje op als auteur. En dat is een verhaal dat al in 2006 is begonnen met een aantal boeken die ik heb gemaakt. Maar eigenlijk echt een keerpunt heeft gevonden in 2010. Omdat ik op dat moment een interactief printenboek voor iPad heb op de markt gebracht. Als eerste Vlaamse auteur. Ik heb gepionierd. En daarmee op mijn bakkes gegaan. En dat was zo fantastisch, dat interactief printenboek. Wolfie heette dat, naar mijn zoon. Want het schijnt dat als je moeder wordt, dat je dan begint te schrijven over je kinderen en zo. Een van de clichés. Maar dat interactief printenboek, dat leerde mij dat de technologie iets nieuws kan betekenen voor literatuur. En als iedereen dan zo zit te zagen over het feit dat mensen geen boeken meer lezen, dan denk ik, ja, doe, er is iets anders mee. En ik wil die verbinding maken. Want mijn passie voor technologie en al die nieuwe snufjes en zo is even groot als die voor de literatuur. En dat interactieve printboek was er daar eentje van, waarbij dat kinderen al spelenderwijs door een verhaal het verhaal mee konden bepalen en zo het einde kozen door wat ze onderweg hadden geleerd. Nu, dat deed mij fantaseren over wat er nog meer kon. En nadien zijn er een heleboel start-ups gekomen waarin ik met literatuur iets probeerde te doen. Ik heb bootcamps doorlopen, ik heb gepitcht voor investeerders uit het buitenland. Ik heb van alles geprobeerd. Tot in 2013 ik de kans kreeg om... De kans nam om een andere droom te verwezenlijken. Ik had printenboeken geschreven, een non-fictieverhaal. Ik had een audioboek gemaakt voor 11.11.11. Ik had een iPad, maar ik had nog nooit een roman geschreven. Ik dacht, ik heb nu toch al het een en het ander geschreven. Een roman, dat moet ik toch ook geprobeerd hebben. Maar ik wou dat dat een multimediale roman was. Technologie en literatuur. Ik wou een roman digitaal online maken. Op dat moment, in 2013, het is nog maar 4 jaar geleden, maar de wereld zag er toen anders uit. Als je het woord e-book uitsprak, dan was de boekensector, dan stond die op zijn kop. Dat was de duivel. Dat deed je niet. Dat was niet lezen. Dat was een copy-paste verhaal. Ben ik het mee eens? Dus ik kom daaraf met een multimediaal verhaal. En ik wou dat doen zonder de hulp van uitgevers, want die zouden daar toch niet naar luisteren. Dus doe het zelf. Als mensen niet willen luisteren, dan doe het gewoon zelf. Met vallen en opstaan. En op dat moment kwamen de eerste crowdfunding-platformen op reizen in Vlaanderen. Nog zoiets. Crowdfunding. Iedereen stond op zijn kop. Dat is toch gewoon geld bedelen? Heb ik mogen horen. Ik zeg, nee. De overheid wist niet wat ze daarmee moesten doen met die crowdfunding. Banken nog minder. Nu weten ze het ondertussen al wel. Ik dacht, interessant. Een nieuw crowdfunding-platform, die moet gelanceerd worden. Ik heb een idee dat ik ook wil lanceren. Als wij nu eens joint venturen, dan is dat misschien dubbele reclame en kan ik misschien mijn idee gestart krijgen. Dus ik deed dat. Dit is het resultaat. Zoe Eisenhut, een multimediale roman waarbij het verhaal is over een blogster, Zoe Eisenhut, die een soort van dubbeleven leidt, columns schrijft,
in een lifestyle-blog, aan een lifestyle-blog meewerkt en ondertussen ontspint er zich een of ander drama en dat eindigt dan. Wat is er bijzonder aan? Dat zowel sociale media zouden geïntegreerd worden, dat het roman als een vervolgverhaal online te lezen zou zijn, dat het ook in print zou verschijnen en dat er ook getwitterd zou worden door de personages. Dat was het concept. Ik was ambitieus, want ik wou het ook meteen in het Engels doen. Want ja, wij Vlamingen, het is hier te klein. Het is hier te klein voor mij. Is het hier te klein. Dus ik had ook een aantal doelstellingen. Ik wou bekijken of het mogelijk was om lezers te engageren, om te investeren in het schrijversproces. Dus geen boek kopen, maar investeren in, weet je, ik geef u de tijd om uw boek te schrijven. Ik wou dat te weten komen. Want iedereen is wel vol van een auteur of een boek, maar zijt je bereid om te investeren in de tijd dat die mens nodig heeft om dat boek te schrijven? Een auteur verdient doorgaans 10% op de verkoop van een boek. Dus als een boek 15 euro kost, dan heeft die auteur 1,5 euro verdiend. Eer dat je dan uw eten voor een week kunt kopen, zijn al wat boeken verder. Hè? Dus ik dacht, als we dat nu eens omdraaien. Tweede, is het mogelijk van online marketingstrategieën te integreren in een roman? Derde, is het mogelijk van personages te laten leven op sociale media nog voor de roman bekend is geraakt? Met andere woorden, gaan mensen een personage als echt zien terwijl ze het niet weten en gaan ze daarop reageren. En nog een andere vraag was, kunnen we dit allemaal doen binnen de 6 maanden? Ik heb een antwoord gevonden op alle vragen. Wie kent de antwoord ook al? Dus ik kon op alles ja antwoorden, behalve op de laatste. 6 maanden? Tja, dat was gewoon een klucht. Dat was gewoon absurd. Dat kon niet. Het eerste probleem begon al bij die crowdfunding zelf. Dat was een campagne van 3 maanden. En je was verplicht in 2013 om 90% van je funding totaal te behalen, wou je het geld ook effectief krijgen. 90%. Dat is veel, hè? Dus alles wat daaronder zat, dat moest, werd dan teruggegeven als je dat niet behaalde. Dus dan werd mijn strategie van, oké, ik heb 30.000 euro nodig. Niet alleen om te schrijven, maar om ook de websites te ontwikkelen enzovoort. Van alles, al het hele proces te doorlopen. Dus 30.000 is niet realiseerbaar op dit moment in Klein Vlaanderen, want iedereen hoorde echt alles fluiten in zijn oren bij het woord crowdfunding. Dus ik haal daar maar 1/3 uit, 10.000 euro. Dat was mijn doel. Maar van die 10.000 euro moesten ook nog kosten betaald worden. En bleek ook achteraf, de boekhouders wisten begot niet wat ze daarmee moesten doen. Want er was geen wetgeving daar rond. Bestond nog niet. Was dat nu fiscaal aftrekbaar of niet? Met andere woorden, een boekhouder zegt van dat bedrag dat je binnenhaalt, haalt daar ook nog eens in een btw af. Ik bleef over met 7.000 euro. Maar ik had wel een supergeslaagde crowdfunding. Ik had 112% binnengehaald. Ik was het eerste geslaagde project voor dat platform. Dat was super. Maar ik was er niks mee. Want ik kon mijn project amper uitvoeren. Dus bij de start van mijn project, ik was niet alleen afgepeigerd van die campagne, bij de start van het project wist ik al van, ik ga mij dus niet kunnen afzonderen op een berg in een hutje. Zal niet gaan. Ik zal gewoon opnieuw moeten gaan werken en daardoor dus eigenlijk ook het traject in gevaar brengen. Ondertussen hebben we wel van alles gedaan. Hè. We hebben onderzocht van wat betekent dat nu online lezen? Hoe moeten we dat nu zien? Wat is een beleving creëren die online is, terwijl je iedereen eigenlijk al hooked is aan dat papier? Hoe gaat dat? Hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we die leesflow van pagina naar pagina onderzoeken? We zijn gaan samenwerken met een webbedrijf in Nederland, Q42 heette die mannen. Die hebben voor het Rijksmuseum een fantastische website gemaakt. Wel, die hebben voor ons een prototype gemaakt. Op dat moment kost ontzaglijk veel geld. Nu, 4 jaar later, kun je een template kopen voor 100 euro. Op 4 jaar tijd is er al zoveel veranderd, waardoor er zoveel kan. Maar op dat moment was dat nog niet het geval. Dus heel veel technisch werk geleverd. En ondertussen schreef ik aan mijn
hier moet ik zijn, aan mijn personages. Ik liet mijn personages al leven. Dus ik schreef blogposts, ik liet hun twitteren. Mensen reageerden op dat getwitter. Het was fantastisch om te zien dat er commentaren waren en kritieken en steken werden gegeven. Allemaal die personages waren fictief. Die columns begonnen te verspreiden. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je als je aan het schrijven bent dat je wel wat meer moet weten over die personages. Dus moest ik aan de roman beginnen. En dan ben ik bij NaNoWriMo terechtgekomen. Dat is een initiatief van de Berkeley University in Amerika die dat je een maand lang uitdagen om een draft van 50.000 woorden te schrijven. Dus dat is elke dag 1.500 woorden neerpennen. En dan kon je dat zo volgen in grafiekjes en zo. Dat werd dan plezant gemaakt. Haalde je dat niet, dan moest je de dag erop harder schrijven en meer schrijven. In ieder geval, strever als ik ben, op 28 dagen had ik 50.000 woorden bij elkaar gepend. Je mocht niet kijken naar de kwaliteit. Het was schrijven, storten. Zo. Niet kritisch zijn. Dat was het opzet. Dus ik dacht, bon, hij is er, hè, mijn roman. Hij is er. Dat zit daarin ergens. Dus ik laat het even rusten. Zo gaat dat bij schrijvers. Ik laat dat rusten. Over een paar maanden bekijk ik terug. Maar ondertussen waren de 6 maanden voorbij. En mijn backers hadden niet gekregen wat ik hun beloofd had. Als ik dan in januari 2014 mijn draft opnieuw las en zag wat ik geschreven had, dan zag ik dat het niet goed was. Dat er wel goede dingetjes in zaten, maar dat dat eigenlijk op niks trok. En dan is alles stilgevallen. Dan dacht ik van, shit, wat moet ik nu doen? Ik heb dat engagement. Ik wil een goed boek schrijven. Ik wil eigenlijk een bestseller schrijven. En het lukt me niet. Ik denk van kalm blijven. Een aantal maanden later heb ik terug tijd gevonden om een nieuwe draft te schrijven. Maar bedenk, ik ben geen werknemer, ik ben een ondernemer. Ondertussen een andere onderneming aan het opstarten. Zoeken hoe dat ik een gezin en een inkomen moet vergaren met weer een nieuw idee. En dan zit daar die roman. Een roman dat een heel andere insteek vraagt van je hersenen dan een non-fictieboek te schrijven. Een roman vraagt dat je de details... Als ik je vraag om dit hoekje van dit podium te beschrijven, ik kan u verzekeren, je gaat er even over doen. Om daar iets van te maken. Maar dan moet je hele werelden gaan creëren. Dus dat was heel moeilijk om die mindset te combineren met hetgeen waar ik dan mee bezig was. En zonder dat je het beseft, gaan de maanden voorbij en daarna ook de jaren. Ze zijn nu al 2017. En na één draft kwam nog een andere draft. En dat bijvoorbeeld, ik werk in speciale software voor schrijvers waarin ik echt targets enzovoort. Ik heb alles geprobeerd om mijn methodieken te veranderen, efficiënter te schrijven en zo. Dus ondertussen heb ik 3 drafts gemaakt. En af en toe kwam er dan zo'n mailtje van zo'n backer. Zeg, ben jij gestopt? Ja, maar ik had daar toch voor betaald, wat nu? En op dat moment dan voelde u echt zo een oplichter. Hè? En dan denkt ik ben hier zo'n loser. Die mensen hebben mij in vertrouwen centen gegeven. En ik heb van alles gedaan, ik heb veel gedaan, maar ik heb nog niet dat resultaat gegeven. En vanaf dan begint dat zwaard van Damocles zo boven uw hoofd te hangen. Dat hangt hier zo boven, vlak boven mijn kop. En dat... Dan pas besef je wat dat crowdfunding ook is. Dat maakt van je crowd een ongelooflijke accountability partner die dat niet altijd begrijpt waar dat je mee bezig bent. Nu, ik heb chance. Hè. Al mijn backers die hebben ongelooflijk veel geduld met mij. Zij weten dat sommige schrijvers soms 10 jaar doen over een boek. En ze zeggen, van, het is oké, ik wou maar weten dat je er nog bent. En dat is voor mij het allerbelangrijkste als zo'n mail dan binnenkomt. Ik mail direct terug, binnen het uur, mail ik terug en zeg van, dit is de situatie. Dit is de situatie. Life catches me. Ik moet zoeken naar een moment om te schrijven en nu lukt het niet. Sorry, ik hou u op de hoogte. Ik ben blij dat je mailt. Maar het is creepy, het is echt creepy. En uiteindelijk, hè, het gaat over... Ja, wie zijn hier ondernemers in de zaal? Even checken. Oké. Dus je weet, 7.000 euro, het is veel geld en het is geen geld. Hè? Dus
Maar die mensen die mij gebekt hadden, die wisten dat niet. Hè. Er waren veel mensen die gewoon vrouwen waren, werknemers. En er waren ook bedrijven bij en die hadden dan zoiets van... Oké, het is in orde. Het is in orde. We weten dat. Maar die mensen die gewoon werknemers zijn, die hebben zoiets van... Ja, weet je, ik heb je wel €150 gegeven. Hè. Ja, en ik denk, ja, dat is super, super. Want zonder u had ik er niet geraakt. Maar de realiteit is natuurlijk iets anders. Dus ondertussen zit ik aan draft nummer 4. Die is een paar weken geleden gestart. Bij elke draft, moet je weten, verandert mijn plot weer helemaal. Ja, ik kan het niet laten, hè, want dan groeit mee en dat verandert. En hoppakee, weer alles ondersteboven. Ik moet weer alles lezen. Dus altijd weer van nul beginnen. Allee. En ik denk nu dat ik op de goede weg ben. Ik heb ondertussen al 2 uitgevers gesproken en die lezen mee en die zeggen van, weet je, er zit potentieel in. En dan denk ik, oké, dat is ook al cool. Er zit potentieel in. Want ik vind dat ondanks het feit dat er zoveel slechte en middelmatige boeken op de markt verschijnen, vind ik denk van, ik moet op zijn minst een slecht boek afkrijgen. Dus op zijn minst moet dat afgeraken. En op zijn best is het gewoon echt een goeie. Maar een bestseller, ja, daar hoop ik al niet meer van. Ik wil het gewoon afkrijgen. Gewoon uit principe. Dus dat is waar ik nu sta. Dat is mijn faalverhaal. Het klinkt misschien voor jullie niet zo erg. Dus ik heb geen schuld. Huh? Dus ik heb niet, ik weet niet wat voor een gevaar voor mij of voor anderen betekent. Maar in de manier waarop ik werk en leef als artiest, met de integriteit waarmee ik dingen voor mijn publiek wil doen, is dit voor mij moeilijk. Is dat voor mij moeilijk om dat te vertellen, om begrip te vragen, om te zeggen van shit, ik heb literatuur en ondernemerschap proberen te combineren en dat gaat niet altijd zoals je het wilt. Maar het verschil is, ik probeer, ik ga op een fiets zitten zonder wieltjes, of toch maar met 2 of maar met 1, en ik ga op mijn bakkes. En wat heb jij gedaan? Dank je wel. Kijk eens aan, een eerste faalverhaal voor de schrijvers onder jullie. Boeiend om te kunnen volgen, maar vooral ook ondernemers onder jullie. Hoe dat je met iets start en dat misschien vrees snel gaat of dat je jezelf voorbij loopt en niet kunt waarmaken waar je dacht te zitten. Zijn er natuurlijk een klassiek fenomeen, zo gaat het in het concept. Zijn er vragen die daarover zijn? Er zijn ondertussen al slides en er was daar juist iets fout gelopen met de slides die, waarover ik wou vertellen, die dan voorbij vlogen. Zo gaat het ook. Zelfs ik faal. Kijk eens aan. Wie had dat durven denken? Enfin, dus beste mensen, zijn er vragen voor Janka die er zijn van kijk, ondernemerschap, dit doet mij denken aan of hoe denkt u daarover en waar is dan de loopmicrofoon opdat ik de vragen zou kunnen doorgeven? Vraag ik dan aan de technische ploeg die mij nu rijkhalsend, terwijl ik de tijd vul, de microfoon probeert ter hand te brengen. En kijk eens aan, daar zijn ze reeds spoedig, alsof er niets gebeurd was. Zijn er vragen voor onze dierbare Janka Vleerakker die haar ziel blootlegt voor jullie? Of zeggen jullie, dit is mij bijzonder duidelijk? Iemand, kijk eens aan, kijk daar, daar gaat een hand de lucht in. Mag ik u de microfoon geven opdat u welluidend uw mening wedergeeft? Ja, dank u. Ik vroeg mij af of dat je ooit een beetje ook met dat zwaard van Damocles een beetje de vrees had dat ook omdat je een BV bent, dat je publieke naam op het spel staat en dat misschien deze eventuele faling een effect zou kunnen hebben op je naam, op je andere domeinen en je andere rollen. Staat me? Ja, oké. Dat is zo, maar dat is, heb je als acteur altijd. Want je bent maar zo goed als je laatste werk. Dat is zoiets dat in onze sector wordt gezegd. Dus als je een minder goede rol hebt gespeeld of zo, dan word je ook niet meer gevraagd ervoor. Dus die hardheid is er wel. En ook in de pers is er minstens de
elke misstap dat je zet, kan je daarop gepakt worden. En dat heb ik al mogen voelen tijdens de crowdfundingcampagne zelf. Hè. Dan was ik bijvoorbeeld in het programma van Jan Houtenkiet. Of van Wim Oosterlink. Wat is dat dan? Q zeker? Ja, Wim Oosterlink. Dat weet ik Q, ook niet. Maar dan heb, je een interview en dan is er een schijnbare interesse in waar je mee bezig bent. En ja, ik weet dan hoe dat ik moet interviews aanpakken. Dus ik probeer zo weinig mogelijk kans te laten aan de interviewer zelf. Hè. Wim Oosterlink, ik hoorde hem zo een aantal dingen zeggen binnen smons, zo er altijd onderdoor. En ik denk, wat zegt hij nu toch altijd? En als ik het interview achteraf beluisterde, dan hoorde ik dat hij elke keer een negatieve commentaar lanceerde. Ah, die heeft dat ook geprobeerd en dat is niet gelukt. Ah, maar ja, zo kun je er veel doen. Hè. Het is omdat je BV bent dat je geld vastkrijgt, zeker. Zo allemaal dat soort venijnige steken. En dan denk ik, ja, dan moet je gewoon slikken. En daarom vind ik het belangrijk dat je gewoon... Ja, dit is gewoon mijn parcours en ik mag falen net als iedereen. En krijg ik makkelijker geld vast? Nee hoor, dat is echt niet gebleken hoor. Want ik heb heel veel mensen gewoon zien kijken van, kom jij hem geld vragen? En jij gewoon geen villa, mijn zwembad zelf, dat je dan kunt verkopen voor ogarme 10.000 euro te verzamelen? Dus die ogen heb ik ook op mij gericht gezien. Maar effectief, dat pakt je mee, maar daar leert je ook ja, mee werken. Niet mee leven, maar wel mee werken. Ja. Als dat een antwoord mag zijn op uw vraag. Zeer mooi openhartig. Voor de villa met zwembad moet je dan bij mij zijn. Kijk eens aan. Ja, het is de ene BV tegenover de andere. Ja, kijk eens aan. Het gaat snel. Ik moet geen BV zijn. BG is al goed genoeg. Nog mensen die vragen hebben voor Ianka? Of mogen we overgaan naar de volgende spreker van vanavond? Daar is nog een vraag, jongeman, alsjeblieft. Hallo, ik heb twee vragen. Welk was het platform waarop u geld hebt opgehaald en ja. Wat was de formule? De formule, ah ja. Dus het was Crowfund, was dat, en de formule. Ik had geen participatie of zo. Dus dat was gewoon heel simpel. Je stort geld en je krijgt dan een beloning in de plaats na van hand de storting die je hebt gemaakt. Dat was heel simpel. Je hebt andere systemen ook, hè, maar dat had ik niet nodig, nee. Nee. Dat was een heel belangrijke les dat ik dan heb geleerd met betrekking tot crowdfunding, is dat ik nooit nog crowdfunding zal gebruiken voor een beginfase van een project. Nooit. Ook al was dat voor mij als schrijver, dat was de issue van hoe ga je die beginfase van dat boek bekostigen. Hè. Vind crowdfunding alleen geschikt voor het afronden van een traject. Waarom? Omdat je dan sneller kan leveren. En ondanks alles zijn mensen toch gewoon, of toch hier gewoon van, we kopen iets, dus we willen dat krijgen. Hè? En we willen dat rap krijgen. En in mijn geval, ja, duurt het ondertussen toch al een paar jaar. Dus dat is als ik u een tip mag geven voor wie crowdfund. Ja? Kijk eens aan, zijn er nog vragen? Is het al? Kijk, maar ja, je waart zo duidelijk, Ianka. Dat is het probleem. Je waart zo duidelijk. Daar volgt nog een vraag. Kan u roepen of moet ik echt helemaal naar boven komen? Nee, ik wil wel roepen. Ik vraag me even snel de rest van het verhaal. Ja, je hebt gefaald, maar ergens zie ik geen einde aan je verhaal. En het is toch niet een stukje dat je hebt. Dus jij wilde een einde aan dit verhaal? Dan eindig ik... Dat is er nog aan het schrijven, hè, Vince? Ja. Het is een goed einde en nu, dit is nu een cliffhanger, hè? Dus to be continued, wil dat al zeggen. Maar ik hoef geen einde aan het verhaal, maar nee. is het ook niet zo dat als je iets opstart en je bent aan het falen, dat je op een bepaald moment ook moet kunnen zeggen, oké, hier stopt het en hier gooi ik de handdoek in de ring. Er zijn heel veel zelfstandigen bijvoorbeeld die blijven gaan totdat ze te diep in de put zitten. Klopt. En dan raakt ze er niet meer uit en zit ze heel diep in. Ja, en die vraag stel ik mij... Ja, wekelijks, van moet ik niet gewoon nu alles gewoon... Weet je, maak er kom af mee, betaalt die mensen terug. Weet je? Klaar. En dan denk ik, ja, dus dan ga ik eens naar mijn boekhouder bellen om te vragen, hoe zit dat dan? En dan gaat hij zeggen, Ianka, het is gemakkelijker om die een boek af te schrijven dan om al die verrekeningen met die belastingen en die een BTW en van dat allemaal in orde te krijgen. Dus ik zit gewoon nog daarmee te spelen, maar ik weet dat als het echt niet lukt... Het is ook gewoon een principeskwestie, hè. Ik doe mensen geen zeer meer. Niemand zit verlegen om die cent. Het gaat ook niet om een hoog bedrag. Er is geen kwaad of geen menselijk leed of zo bij te pas gekomen. Dus ik denk van,
gewoon uit principe. Ik zie mezelf nog alles terugbetalen en dan ineens dat boek afschrijven. Gewoon omdat ik niet meer wil dat zwaar boven mijn kop hangt. En dat ik denk, ja, weet je, hier is het geld en ik doe het gewoon en het zal van mij zijn en niet meer van al die andere mensen. En dat is een piste wat ik nog wel zou willen bewandelen. Maar het is niet dat ik geef dat niet op. Ik zou het alleen maar doen voor die bekkers. Dus als morgen iemand mij mailt en zegt van, goh, weet je, ik wil het geld terug. En ik denk, oké, goed, wat is uw rekeningnummer? Ik schrijf het over. Geen probleem. Een zeer bijzondere vraag eigenlijk en een bijzonder mooi en oprecht antwoord. Want als zelf artiest zijnde, schrijvende aan dingen, is je zet dromen aan het realiseren en gewerkt en inderdaad, dan werkt het met andermans geld en dan denk je, shit, what the fuck. Maar Janka is er ondertussen in geslaagd om zodanig lang te wachten dat misschien alweer een verrassing wordt dat toch klaar wordt. Allee, ja, je moet ook zo bekijken. Hopla, kijk eens aan, dit had hij niet verwacht in zijn boek. Had ervoor betaald, had gedacht, dit gaat geen boek komen en dit is toch een boek. Ja. Dat is toch, dat had ook mogelijk geweest. Ja, dat is waar. Maar wij willen vooral Janka ervoor duidelijk maken dat ze niet betaald wordt voor deze spreking om andere mensen terug te betalen, maar vooral om haar te bedanken dat ze haar hart hier heeft zo komen luchten. En dan gaan wij ook over naar de volgende spreekster. En dat is voor straks. Dat is voor straks? Oké. Okay. Ja, ik wist het niet goed. Dus ik dacht komt dat ik te vroeg niet met je crowdfunding en met je boek. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Het is mijn lot. Het is mijn kijk eens lot. Maar niet vergeten of ik sta hier terug. Hè? Ja, niet vergeten of je staat hier terug. Ja, okay. Nog eens proberen straks. Goed. Ja. Oké, okay, dankjewel. Kijk, ik had het hier al klaargelegd. Is het?